Jij staat op en toen? Ja, toen in principe nog niet zo heel veel. Lekker ontbijten, douchen en aankleden. En toen kwam mijn schoonmoeder binnen en die hoorde ik al zeggen, is Remco al naar zijn werk toe, want zijn auto is weg. Dus toen kwam ik beneden en ik moest mijn dochter naar school brengen. En sta ik wel met een autosleutel, maar zonder auto. Dus op dat moment even natuurlijk vooral schrik van, wat is dit nou? Heb ik hem ergens anders neergezet of waar gewoon auto weg? Ja, en dan denk je auto weg, maar toen ging je natuurlijk verder nadenken. Ja, gewoon, er lagen een aantal dierbare spullen ook in de auto. En daarnaast ook gewoon mijn werkspullen die ik in de auto had laten liggen. Bewust wel op dat moment, maar dan word je wel even gek inderdaad. Ja, want kun je eens aangeven wat je het meeste mist qua voorwerpen die in de auto lagen? Ja, we waren gisteren bij de begraafplaats geweest waar onze dochter begraven ligt. En daar hadden ze het nieuwe steentje neergezet, maar daar konden we alle spullen die daar nog liggen, hadden we meegenomen. En er zat een tijdelijke steentje bij en een knuffel en wat beeldjes. En die had ik in de kofferbak van mijn auto gelegd. Maar toen wij thuis kwamen, begon het te hagelen en te stormen. En het regende wel al, maar het was een keer zo heftig dat we gewoon letterlijk naar binnen moesten rennen om dat weer een beetje te ontvluchten. Dus toen zei ik nog letterlijk, ik laat het wel in de auto liggen, dan kan het in ieder geval drogen. En dan halen we het er morgen wel uit. Dus, dus die spullen die lagen er dus nog in. En normaal gesproken haal ik altijd die auto leeg. Dus dat is wel het meest, los van alle werkspullen, et cetera, is dat wel hetgeen wat ons natuurlijk, het is goud voor ons en ons meest dierbaar. Ja, jouw oproep is denk ik helder, hè, die je hebt. Ja, kijk, wij willen die spullen terug. Dat is uiteindelijk voor ons het allerbelangrijkste. En wij hopen eigenlijk dat op het moment dat men de kofferbak opentrekt, dat men de spullen ziet liggen en denkt, dit is niet zo heel handig. En of men dumpt het of men gooi is maar op de oprit, maar dat we op een of andere manier de kans krijgen om die spullen terug te halen. Want daar is ons alles aan gelegen. Ja, blijf je zo weinig bespaard. toch? Ja, het is wat dat betreft, pech is al bijna niet meer, is het al bijna niet meer te noemen. Nee. Dat is ongelooflijk. Kun je eens omschrijven wat voor auto het is en waar mensen naar uit kunnen kijken? Ja, het is een zwarte Golf uit het jaar 2012. Dus het is wat dat betreft een doorsnee auto die je misschien wel 30 op een dag ziet rijden. Dus er valt ook niet zo heel veel aan te beschrijven. En dat maakt het juist des te lastiger, omdat het ook wel een type auto is. Want tenminste wat ik hoorde, want we hebben al gelijk, er is gelijk actie ondernomen. De politie in het buitenland is al geïnformeerd. De politie heeft heel snel actie ondernomen. Er zit een dienst achteraan. Maar die geven ook aan dat dit wel een van de auto's is die het meest wordt gestolen. En dat is wel, de kans dat die dan nog ooit wordt gevonden is wel heel klein.